wonen overal nergens thuis. Wonen overal nergens thuis. Aarde, mijn moeders huis. Vallende sterren, de schim van de maan. Mensen die opstaan en leven gaan. Mensen, veel geluk. Wonen overal even thuis. Handel en wandel en huis na huis. Loven en bieden op waarheid en waan. Wagen en winnen en verder gaan. Mensen, veel geluk. Wonen overal bijna thuis. Aarde, mijn hemel, mijn vaders huis. Stijgende sterren, de lach van de maan. Mensen die dromend een stem verstaan. Mensen, veel geluk. Goedemorgen, gemeenten. Vanuit de Lucaskerk heet ik u van harte welkom in deze dienst. Mijn naam is Dini Berends. Voorganger is deze morgen dominee Jan Andries de Boer. De muzikale medewerking wordt verleend door Alex Peet, orgel, Jacqueline Jacobs, fluit en een zanggroepje van de Lucaskerk. De lector is Nico van den Hout. De bloemen gaan als bemoedigende groet naar mevrouw Ria de Jager in Nieuweniedorp. De collectes zijn voor de diaconie en kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op de u bekende bankrekeningnummers. Als intochtslied zingt het zanggroepje Psalm 84, de versen 1, 2 en 3. Namens de kerkenraden van Broek op Langendijk, Sint Pancras, Krabbedam en Winkel mag ik u een goede en gezegende dienst toewensen.
Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Maar als protestantse gemeentes van Broek op Lange Dijk, Sint Pancras, Krabbedam en Winkel hebben ervoor gekozen voor september nog niet weer gewoon open te gaan. Gelukkig kunnen we de kracht die uitgaat van het geloof en de beleving van verbondenheid ook opdoen via de alternatieve manier die we nu al bijna 4 maanden praktiseren. In het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein. Via Jezus' woord, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen ontspringen in zijn binnenste, mogen we zelfs verwachten dat die fontein ontspringt in ons. Laten we nu in de hoop dat te mogen ervaren, stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die altijd trouw blijft en niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Almachtige God, voor u liggen alle harten open. Alle verlangens zijn u bekend en geen geheim is voor u verborgen. Zuiver wat omgaat in ons hart door de ingeving van uw Heilige Geest, zodat we u van harte lief hebben en groot maken uw heilige naam door Christus onze Heer. O God, en wij roepen u aan. Voor deze wereld roepen wij u aan. Vanwege de agressie van China ten opzichte van zijn buurlanden en ten opzichte van de moslims in eigen land. En omdat nu ook de inwoners van Hongkong de vrijheid ontnomen is. Vanwege de enorme hoeveelheid slachtoffers die de corona maakt in de Verenigde Staten en de dwaasheid van het leiderschap aldaar. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer God, ontferm u. Amen. Voordat wij nu lezen uit de schrift, zingt de zanggroep en zingt u thuis vooral mee, lied 246b, vers 5, als gebed om het licht van Gods Geest. Doe ons de eenvoud vinden en, God, voor u als kinderen op aarde vroom en vrolijk zijn. Lector Nico van der Hout uit Broek op Lange Dijk zal nu 2 bijbelgedeelten lezen die daar alles mee te maken hebben. Aansluitend zingt de zanggroep lied 315, vers 1 en 2. We lezen uit het Oude Testament, Psalm 131, en daarna uit het Nieuwe Testament, Matthäus 11, de versen 25 tot en met 30. Psalm 131. Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid. Dan nu Matthäus 11, te beginnen bij vers 25.
In die tijd zei Jezus ook: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Lieve mensen, mensen geliefd door de levende Heer. Ik loof u, Vader, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Hoe moeten we dat verstaan? Daarbij zijn deze dingen de dingen die Jezus verkondigt en waar hij voor staat. Looft hij God omdat hij deze dingen voor wijze en verstandige verborgen heeft gehouden? Dit kunnen we alleen begrijpen als we ons voorstellen dat de woorden wijs en verstandig hier met aanhalingstekens zouden moeten worden geschreven. De Bijbel bevordert wijsheid. Het Oude Testament heeft zelfs een aantal boeken die samen worden aangeduid als de wijsheidsliteratuur van Israël. En het is Jezus zelf die zegt dat we God moeten liefhebben, niet alleen met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel onze kracht, maar ook met heel ons verstand. Maar hier staat het tegenover eenvoud. En eenvoudige mensen, dat zijn bijvoorbeeld degenen die in de vertaling van 1951 werden aangeduid als armen van geest. Zalig de armen van geest, zegt Jezus in Matteüs 5, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Ergens anders zegt hij dat het voor rijken erg moeilijk is om het koninkrijk van God binnen te komen. Een hoog IQ is ook een vorm van rijkdom. Rijkdom aan verstand. Materiële rijkdom en rijkdom op intellectueel gebied, daar is allemaal niks mis mee. Integendeel. Maar de ellende is dat ons ego er zo gauw mee aan de haal gaat. Dat zelfs de meest natuurlijke reactie is van ons mensen. Rijkdom en een heldere geest zijn namelijk krachtige wapens in een wereld van schaarste en van allen tegen allen. Niet in het minst omdat niet iedereen er in gelijke mate over beschikt. Maar wijsheid, en dan zonder aanhalingstekens, is beschikbaar voor iedereen. Ja, zelfs eerder voor iemand die eenvoudig is. Wat is dan eenvoud? Dat vertelt ons Psalm 131. Dat we niet trots zijn, niet hoogmoedig, dat we het niet te hoog zoeken en te groots, maar dat we onze eigen maat aanhouden. En die niet hoger inschatten of groter voordoen dan die is. Trots en hoogmoed en hooggrijpen zijn dingen die staan voor streven, vergaren, bereiken, strijd. En daar hoort een beperkte blik bij. Daar ben je mee bezig, dat is je doel. Tijd is geld. En mensen die zich bewegen op hetzelfde terrein als waar jij zelf het zoekt, zijn op z'n best conculega's. Ik neem aan dat u deze samentrekking van de woorden concurrent en collega wel eens gehoord hebt. Je vergelijkt. Je bent nooit tevreden, want stilstand is achteruitgang. Je moet door. Nee, ik ben stil geworden, zegt de psalmist, geheel in tegenstelling hiermee. En dat was dan nog David volgens de traditie. En die heeft minstens ook zijn andere momenten gekend. Jezus is de eenvoud zelf. Juist hij, degene die met de Vader verbonden is als verder niemand anders, kan naar waarheid over zichzelf zeggen: ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, van al het streven. Van alle dingen die de maatschappij van je vraagt. Van alle dingen waarvan je zelf meent dat je ze moet doen om er te mogen zijn, om bestaansrecht te hebben. Van alle dingen die je zijn aangepraat dat je moet doen. Dan zal ik jullie rust geven. Anapauso, zegt Jezus in het Grieks. Daar zit het woord pauze in. De rust die Jezus geeft heeft ook te maken met het kunnen nemen van een pauze. Oftewel, ook de betekenis van de rustdag komt erin mee. De Sabbat, die wij als christenen vieren op de zondag. Die de dag bij uitstek is waarop niet wij zelf, maar God voorop staat. Die dag die ons gegeven is om weer in evenwicht te komen. Om anders naar het leven te kijken. Om anders te focussen. Of misschien zelfs eens even niet te focussen als ons dat lukt. Want focussen is dat je je aandacht richt op één punt en is in die zin een vorm van bewustzijnsvernauwing. Maar ook dat is onderdeel van onze last en moeite. Altijd bezig, altijd ergens mee bezig. Trouwens, ook als we tv kijken, vernauwen we ons bewustzijn, want ook dan kijken we gericht en sluiten dus heel veel uit. We moeten kunnen focussen. Dat is nodig om te kunnen functioneren en om op een doeltreffende manier met onze energie om te gaan. En om zonder ongelukken in deze wereld te kunnen overleven. Als elk affiche, of erger nog, elke paardenbloem in de berm je aandacht trekt, dan kun je niet veilig autorijden. Nu is autorijden natuurlijk sowieso iets waarmee je een snelheid bereikt die niet op menselijke maat is. Maar waar ik naartoe wil, een kind, en ook dat is iets wat Jezus meer dan eens gezegd heeft, kijk naar de kinderen. Een klein kind, zo tot 5 jaar heb ik gelezen, neemt de wereld op een heel andere manier waar. Het verschil zou je kunnen benoemen als het verschil tussen
Kijken en schouwen. Kijken is gericht. Je kijkt ergens naar. Schouwen is dat je totaal overziet, het totaalplaatje. Bij schouwen stel je je ogen niet helemaal scherp. Wat zo gauw je ogen richt op één bepaald ding, vanzelf gebeurt. Maar dan zie je andere dingen. Bij kijken zie je bijvoorbeeld wat voor blouse iemand aan heeft en hé, er zit een vlek op. Terwijl bij schouwen de lichaamshouding meer opvalt en wat dat wellicht uitdrukt. Het is verbazend hoeveel dingen wij met onze ogen wijd open niet zien. Jezus roept ons op om van hem te leren. Om aan hem een voorbeeld te nemen. Om zijn juk op ons te nemen. Jezus sprak ons immers aan in onze vermoeidheid en omdat wij zo gebukt kunnen gaan onder de lasten die wij te dragen kunnen hebben. Nu zijn er om te beginnen best de nodige lasten die wij niet hoeven te dragen als wij op een wijze manier, waar dus geen aanhalingstekens aan hoeven te worden toegevoegd, onze keuzes weten te maken. Dat altijd maar streven van ons. Maar ook los daarvan is leven wel degelijk ook last te dragen. We leven immers niet in het paradijs. Maar wat bedoelt Jezus als hij zegt, neem mijn juk op je? Dat wij dingen op onze nek nemen die hij daar oplegt? Wel nee, hij laat ons zien hoe wij onze lasten kunnen dragen op een veel lichtere manier. Tijdens een fietsvakantie wilden Jannie en ik een dagje een stad in, lopend. Maar ik wil dan bijvoorbeeld wel mijn camera meenemen. En wat etenswaren. We hadden tassen genoeg, maar die waren alleen handig op de fiets. Ik was vergeten een schouderband mee te nemen en ontzettend blij toen de campingbaas maar één uit kon lenen. Zo is het ook bij een juk. Dat is een hulpmiddel om op een zo gemakkelijke mogelijke manier een last te kunnen dragen. Daarbij is een goed juk op maat gemaakt. Dat zit als gegoten. Wat is nou het juk dat Jezus ons aanbiedt om onze lasten mee te kunnen dragen? Dat is een levensinstelling. Dat wij zachtmoedig zijn en nederig van hart. Dat is dat je zacht wordt. Zacht durft te zijn. Zachtaardig. Vriendelijk. Mild. Vergevingsgezind. Het Griekse woord uit de grondtekst wordt ook voor dieren gebruikt en betekent dan mak of tam. Als je zacht bent voor een ander, kun je ook zacht zijn voor jezelf. Je hoeft je niet voortdurend schrap te zetten. Er zal ook minder reden zijn om voortdurend op je hoede te zijn. Er zal meer zachtheid toekomen naar jezelf, want zo werkt dat tussen mensen. Als je zachtheid echt is en niet gespeeld, want dat wekt wrevel op. En nederig van hart. Inderdaad het omgekeerde van de hoogmoed en de trots van Psalm 131. Het Griekse woord dat hiermee vertaald wordt, heeft betekenissen als laag, gering, nederig, vernederd en onderdanig ook. Ook al is dat niet wat Jezus bedoelt. Waar het om gaat, als je in de zin waarin Jezus het bedoelt nederig bent van hart, dan is alle ego eraf. Ik moet denken aan een regel uit een lied van Janis Joplin. Freedom's just another word for nothing left to lose. Betekent, je bent alleen vrij als je niets meer te verliezen hebt. In dit verband, je bent vrij als je alles los hebt gelaten. Als we anders dan David in Psalm 131 wel trots en hoogmoedig zijn, dan zijn we dus bezig met onze eer en met het aanzien dat we hebben. Een mens die dat loslaat, hoeft geen stand op te houden en is vrij. Ja, en als we doen in de geest van Jezus, dan kun je zeggen dat we vrij zijn tot het doen van gerechtigheid. Maar als we de betekenis van onze doop serieus nemen, dan is precies dat onze werkelijkheid.
Want gedoopt zijn is dat je met Jezus gestorven bent en ook met hem opgestaan tot een nieuw leven. Gestorven bent. En dat is dus typisch niet iets waarbij je om het grootst mogelijke loslaten heen kunt. En dan wel met name van het ego. Zachtmoedigheid en nederigheid van hart. Samen vormen ze een sleutel waarmee we hier en nu het goede leven binnen kunnen gaan. Zachtmoedigheid is het omgekeerde van hardvochtigheid en ook van onverzettelijkheid. Het betekent dat je flexibel bent, in staat tot meegaan met een ander. Zalig de zachtmoedigen, zegt in Matthäus 5, want zij zullen de aarde beërven. De toekomst is aan hen. En niet aan de blaaskaken deze wereld, ook al lijkt dat wel zo. En dat geeft rust. Dan weet je dat je bestaan rust op het ene fundament. Maar fundament zou ons alweer kunnen doen denken aan onwrikbaar beton. Dan weet je dat je bestaan gedragen wordt door Gods hand. Want wat is rust? Deze tafel rust op de grond. Rust is gedragen worden. Ik wens ieder die door deze woorden bereikt wordt, inclusief mezelf, een goede zomer toe. Met vele momenten van anders kijken. Van relativering van de dingen waarover we ons plegen op te vinden. Met oog voor waar het in het leven om draait. Dat geeft ook alle ruimte voor waar het in het leven om draait. De liefde. Amen. Het volgende lied is lied 275. Laten wij samen danken en bidden.
Grote God, wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor de richtinggevende woorden daarin. Wij danken u voor het voorbeeld van Jezus en voor de eenvoud van Jezus en voor zijn liefde. En wij bidden, help ons ook zelf eenvoudig te zijn. Te zien waar het in het leven op aankomt. Ons niet te laten verblinden door de duizend dingen die onze aandacht vragen, maar niet waard zijn. Te komen tot keuzes die ons doen ingaan in het goede leven. Altijd de liefde voorop te laten gaan. En dat het tot ons bewustzijn door mag dringen als we ons door ons aanzien zouden willen laten regeren. Dat we de rijkdom en de rust mogen ervaren die in ons neer kunnen dalen als we ons leven weten te leven op onze eigen maat. En dat we dat ook als mensheid steeds meer zullen leren te doen. En dus op zullen weten te houden met de uitbuiting van de aarde en met de uitbuiting van elkaar. O God, doe ons beseffen dat ons bestaan rust in uw hand. En dat we daar nooit uit kunnen vallen, ook al zou het ergste gebeuren. Wij bidden u voor onze zieken. Wij bidden u voor de mensen om hen heen. Wij bidden u voor mensen die gebukt gaan onder zorgen. Inspireer hen met het stuk lichtheid van geest, waardoor ze minder zwaartillend worden. Maar help ons ook de dingen te doen die wij moeten doen en door de dingen heen te gaan waar wij doorheen moeten. En wij bidden, mogen het rustseizoen dat nu aanbreekt voor velen een tijd worden die in ware zin recreatief is, waarin wij een stuk herschepping mogen ervaren. In stilte bidden wij persoonlijk. Dit alles bidden wij u in naam van Jezus Christus, uw Zoon, die ons dit gebed gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Uw gaven kunt u op de bekende manieren geven via gift of door over te maken op de daarvoor bestemde gironummers. Ons slotlied voor vandaag. Leg, Heer, uw stille dauw van rust op onze duisternis. Neem van ons hart de vrees, de lust en maak ons innerlijk bewust hoe schoon uw vrede is. Lied 836, vers 3, 4 en 5.
waar u ook bent en waar u ook gaat, wees gezegend. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.